Trainer, met wat voor idee gingen jullie van start deze wedstrijd? Dat je iedere wedstrijd, dat er wat te halen is. En ook bij een hele goede tegenstander. Maar ook weten dat er overal punten te halen zijn. Hoe kijk je terug op de eerste helft van jullie ploeg? Jullie kwamen onder 38 seconden op voorsprong, wereldgoal. Ja, dat was een geweldige goal. Die zat wel heel strak in het kruis. Ik denk dat we goed starten. Ik vond de eerste helft een beetje vergelijkbaar met onze thuiswedstrijd tegen Scherpenzeel. Wij komen snel voor. Scherpenzeel maakt snel gelijk. Zij komen uiteindelijk terecht. Zij komen met 2-1 voor. En we maken vlak voor dus de 2-2. Waarbij ik denk de kansverhouding misschien wel in ons voordeel was. Ja? En dat hebben we in de rust ook over gehad. We krijgen kansen. En volgens mij was de eerste grote kans na rust ook voor ons. En ja, toen maken zij met een wereldgoal met die 3-2. Dat was ook een fantastische bal. Met wat voor spelidee gingen jullie vandaag van start? Wetende dat de tegenstander een periode kan pakken, dat ze gebrand zullen zijn om hier snel verschil te maken. Dat betekent dat je compact moet verdedigen, waar kan hoog druk. Nou, dat hebben we ook geprobeerd. Maar ook weten dat je op het moment dat je de bal verovert of dat je de bal hebt, dat je ook aan voetballen toe komt. En dat hebben we met name de eerste helft goed gedaan, vond ik. Het meeste gevaar kwam van spits Kian Visser. Hoe belangrijk is hij voor jullie ploeg? Als je het hebt over richting de goal, klopt. Ja, heel belangrijk. Het is een aanspelpunt. Het is iemand die in de 16 naar de goal denkt en gaat. Maar daar doe je andere spelers mee tekort, vind ik. Ik vind dat we met name de eerste helft aanvalspel naar de 16 heel goed gespeeld hebben. Dus ik wil niet alleen maar naar Kian kijken. Jullie moesten al vroeg wisselen na 20 minuten. Wat gebeurde daar? Boetsamar, middenvelder, die had het last van zijn bovenbeen. En die jongens oud en wijs genoeg om aan te geven dat niet 90 minuten gaat. En dat we ook nog verder moeten kijken. Dus ik denk met al een verstandige wissel. Met wat voor gevoel kijk je dan terug op de wedstrijd van vandaag? Nou, gemengd. Uiteindelijk weten we dat Scherpers heel meer de bal heeft gehad. Maar als je kijkt naar de kansen die we gehad hebben, ook de tweede helft, vind ik... Je kunt zeggen 4-3 geweldig voor het neutrale toeschouwer, denk ik. Ik zit wel met een klein kaartje.